Vanaf 14 maart kun je weer gaan stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar wat willen al die partijen nou eigenlijk? Wat is hun visie voor de komende 4 jaar? Nou, dat kunnen ze normaal heel goed vertellen. Daar zijn ze een ster in. Maar kunnen ze het ook op een canvas doek laten zien? Met bijvoorbeeld stift of met verf? Nou, dat gaan we vandaag zien voor Noord-Beveland. Voordat iedere partijvertegenwoordiger aan de slag kan gaan met kwasten, krijt of potlood, hebben ze eerst een korte workshop gehad van de bekende Zeeuwse tekenkunstenaar Jan-Willem Hamment, die ze slimme tips en tricks heeft gegeven. We zijn bijna compleet vanavond. 1 van de 7 partijen is niet aanwezig, de andere 6 wel van Noord-Beveland. En het is natuurlijk allemaal de vraag wat ze straks op hun witte canvas gaan zetten. Belangrijk thema hier is toch ook bijvoorbeeld de toeristenbelasting, belangrijkste bron van inkomsten. Toeristenbelasting, hoe ga je dat nou tekenen? Eurotekens laten stromen naar de belastingkist. Ja, de schatkist waar het dan allemaal naartoe komt. En dan de pijltje naartoe gaan, daar gaat de centen naartoe. Goed, dat is dus een belangrijk thema in deze kleinste gemeente van Zeeland. Hoe gaan ze het ervan afbrengen? Belangrijk om te weten, heren en dames in Noord-Beveland. Jullie hebben 25 minuten de tijd. Allemaal klaar? Ja. Beginnen maar. Niet te droog. Kijk, dan kan je ook wat mooie vloeiende lijnen krijgen. Wat zullen we nou krijgen? Ja, ik heb van thuis zeg maar mijn teken-etui meegekregen van de meiden en ik moest hem meenemen. Ja. Maar ja, het is alleen maar rood en hier zitten dus allerlei kleuren in. Ja, we gaan niet vals spelen. Nee, dus natuurlijk, je mag hem ook wel wegleggen, maar dan heb ik hem toch meegenomen. Oké, maar dan houden we dat goed in de gaten. In zeker, geval. Zeker. Dat gaat weer ergens wel weer wat op lijken. Ja, nou, dit moet een windmolen voorstellen, maar ja, de wieken hangen naar beneden. Waarom? Omdat ik tegen windmolens ben. Ik ben hier niet voor voor de politiek. Nee. Probeer het voorzichtig te zijn met je ruimte. Want hoe meer inkomen moet komen, des onduidelijker de boos op gaat worden. Ja. Wordt Noord-Beveland een soort onbewoond eiland in de tropen? Of zie ik dat niet helemaal goed? Nou, dat heeft hij niet helemaal verkeerd gezien. Maar waar onze bedoeling is eigenlijk meer dat we zeggen we willen meer groen op het eiland zelf. Palmbomen. Maar palmbomen is eigenlijk meer de link naar het strand. En geen huizen? Of waar is dat kruis dat voor is, bedoeld? Ieder huisje heeft zijn kruisje. Dan denk ik. Ja, heb ik dat goed gezien? Ja, die van de bloemen vandaan. Ja, die komt van de bloemetjes vandaan. Hè. Okay, maar hij vliegt wel heel hard de tekening uit. Dat lijkt me ook weer niet zo goed als het over Noord-Beveland gaat, toch? Nou ja, maar waar er één is, daar volgen er natuurlijk veel meer. Hè? Oh, er komt straks nog een bijtje van de andere kant binnen. De rest van de familie die komt er nog aan. Oké. Okay. En verder is hij al wel bijna helemaal vol. Hé, hey, dat gaat goed, hè? Ja, we hoop wensen. Nou goed. Ja, er past weinig nog bij, bedoelde ik eigenlijk. Nou ja, er past een bij. Zal ik je mijn oorspronkelijke plan vertellen? Ja, ik begrijp eigenlijk helemaal niks van eigenlijk. Ik wilde een perspectief schetsen in kleur. Ja? Vanaf het land, via de kust, naar het water en de lucht. Ziet. Maar dat kan je toch doen met structuur? Kan, maar weidse groene streepjes, alsof het gras is. De kust... duinen desnoods in. Ik had het kleurig willen doen. Hier golven in maken. Ja, nee, dat komt ook nog. En schone lucht, Daarboven. Lukt het? Ja, het lukt. Ik had van tevoren al een idee van ik ga het hele eiland tekenen. En ons motto is thuis op Noord-Beveland. Dus ja, het wordt thuis. En er hoort natuurlijk een huis bij, want we willen huizen voor een ieder. Ik was wel even nieuwsgierig naar dat grote kruis. Ja, het is geen kruis, het is bij mij een windmolen. Ja, oké. Ja, misschien is het toch wel, moeten we Jan-Willem nog even vragen, want anders denken we dat het een soort christelijk Noord-Beveland is. Ja, ik ga hem als zij een echte windmolen tekenen. Roep de hulp even in, zou ik doen. Ja, ik ga de hulp inroepen. Is dit een picknickkleedje? Of heb ik dat verkeerd gezien? Nee, dat hebt u helemaal verkeerd gezien. Maar dit is het energiegedeelte en dit zijn zonnepanelen die op land liggen. En een kerncentrale? Ja, inderdaad. Ja, die op Noord-Beveland? Kernenergie is schoon, heeft geen CO2-uitstoot. En dan zijn we straks allemaal afhankelijk van Noord-Beveland eigenlijk? Als je uit Midden-Zeeland komt, dan gaat er niks boven Noord-Beveland. Ik vrees dat ik mijn windmolen een beetje verpest. Nou, ik denk dat je dan die lijn even wat langer moet maken, net boven de bloemetjes. Ja.
En misschien wel de paal dan donkerrood maakt, dan komen die windbladeren meer naar voren. Dus. Nou, ik dacht eerst, dat wordt eigenlijk helemaal niks, zeg maar, even oneerbiedig gezegd. Want er stonden alleen maar een paar woorden en een paar lijnen. Ja. Maar nou is het toch heel wat geworden. Tuurlijk. Als je mij even de tijd gunt, wordt het altijd wat. Als je het even in perspectief plaatst, dan sta je op Noord-Beveland, je kijkt naar de kust en je ziet in de verte het water. En dan hiernaast zo een... Ja, dat. En dan hier. Ja. Fantastisch. En dan een pijl maken van de kunst en de verbinding. Ja, ja, ja. Dames en heren, nog 2 minuten. En dan moet volgens mij hier nog wel wat gebeuren. Of valt het mee? Soms kost het creatieve proces, dat kost gewoon tijd. Ja, nu zijn er dan voor de details nog 2 minuten. Gaat goed komen. 1 minuut en 50 seconden. Ja, 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 ja. Ik zou opschieten. Dank je hoor. De tijd is om. Leg al je spullen neer. We zijn klaar. Wat is eigenlijk je algemene indruk van Noord-Beveland? Ijverige mensen zijn goed bezig geweest. Laten we onderaan beginnen. De NBB, Noord-Bevelands Belang, staat wel alles op wat ze willen uitbeelden. Dat was die met het windmolendebakel, hè? Ja. Dat hebben we nog goed opgelost uiteindelijk. Toch? Windmolendebakel, ja. Ze willen vooruit. Gaan we door naar de VVD. Ook duidelijk, huizen voor de mensen, de veiligheid... N56 is een levensgevaarlijke weg. Daar willen ze ook wat aandacht aan besteden. Maar we gaan gauw door naar de volgende. PvdA GroenLinks. Het klapstuk, dat vind ik het mooiste. Dat vind ik de mooiste. Waarom? Omdat er mooie speelse lijnen in zitten. En het klopt ook. Het gaat ook uit het doek. Meer harmonie zit er op een of andere manier in. Jan-Willem, dankjewel. Graag gedaan. Als je nou thuis graag wil weten wat ze nou allemaal zelf precies bedoelen met hun tekening, dan kan je terecht op onze website omroepzeeland.nl. Daar leggen alle partijen persoonlijk nog even uit wat ze met hun tekening bedoelen. Ongeveer een half minuutje. Dat was het voor vandaag. Maandag dan zijn we in Middelburg.